ik ben Silke van Silkebox en in deze video wil ik jullie graag laten zien wat ik allemaal heb gekocht in Amsterdam. Vorige week ben ik een aantal dagen in Amsterdam geweest en uiteraard kon ik het niet laten om een paar winkels binnen te stappen. En bij deze wil ik vandaag graag ook laten zien wat ik heb meegebracht uit Amsterdam. De laatste tijd ben ik echt heel goed in shoppen. Ik ga een winkel binnen en ik ben heel selectief in wat ik wil en wat ik denk dat ik echt ga gebruiken. Zo'n miskoop, dat komt bij mij nog wel eens voor, maar het is al een tijdje geleden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden om te zien. En doe ook zeker een duimpje omhoog als je meer shoplogs wil zien. Ik ben in Amsterdam binnengestapt in de Primark. Ik vind dat een hele leuke winkel. Vooral tijdens de zon kan je er heel goede deals doen. Het eerste item dat ik wil laten zien is dit t-shirt. Het is een heel simpel t-shirt, wit. Een heel fijn stofje. Ik hou echt van die hele fijne stofjes. Ik vind dat het altijd heel mooi valt. En het is eigenlijk gewoon een heel simpele t-shirt met een V-hals. Enkels en dan hier van voor. Ik probeer het goed te laten zien. Twee stroken die dan zo gekruist door elkaar lopen. Dus het heeft zowel zoiets. Het is heel basic, maar het is toch zo een klein beetje speciaal door die twee stroken. Het ziet er echt heel elegant uit. Ik heb het al een paar keer aangedaan. En ja, ik ben er zelf wel van. Dit vond ik ook bij de Primark en het sold. Ik heb voor 5 euro een broek gekocht. Echt crazy. Deze broek. Het is super shiny. En nou ja, zo van paars, bordeaux, rosé-achtig. Ik vind dat zelf super cool. Dus op zich, het blinkt niet zo super hard. Hè? Maar als ik me aan doe, heb ik echt heel harde blinkende benen. Oké, okay, voor mijn volgende aankoop moet ik mijn blouse even losknopen. In Amsterdam was het heel koud en we moesten op de tram wachten. En het was zo koud dat we dachten, oké, we gaan misschien gewoon even een winkel binnen. Dus we zijn gewoon de beste winkel ingestapt. Dat was de America Today, denk ik. En daar vond ik twee hele basic t-shirts. Ik vond de snit heel mooi van t-shirts. En ik vond ook gewoon de stof zo heel licht. Dat vond ik wel leuk. Dus vooral dus deze t-shirt. Ja, er is niet zoveel speciaal aan. Maar het is echt een heel zachte stof. Het zit heel mooi, valt ook gewoon heel mooi. En ja, dat is echt iets voor mij. En ik heb dezelfde t-shirt ook in het zwart gekocht. Dus dat is echt helemaal hetzelfde, gewoon het zwart. Ook zo met een heel lichte stof. Zo van die t-shirts vind ik echt zalig om aan te doen. Ik vind het ook heel mooi. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar van achter zit er ook zo'n naad helemaal naar beneden. Ja, ik weet niet, ik kan het niet zo uitleggen, maar geeft het echt wel iets heel elegant, vind ik. Nog twee items. In America Today. Ik vertelde me al dat het heel koud was in Amsterdam en ik had eigenlijk maar één jas bij en die was niet zo super warm. En ja, in de zolderrekken gingen natuurlijk veel jassen, want ja, de winter komt eraan. Dus ik heb echt heel veel jassen gepast. En uiteindelijk heb ik dus effectief ook een jas gekocht. Het is echt een hele warme jas. Voilà. Het is zo vrij. Ja, het is gewoon een heel simpel jas. Hè. Het is gewoon een heel korte, ja, zeg je dat, een aanpak. Ik weet het zelfs niet. Kakkie groen, dat vind ik altijd wel gewoon die kap. Zo super zacht en dan langs de zijkant heb je zo'n walletje. En het is echt super warm. Echt zalig. Je kunt die ook zo helemaal toedoen. Zelfs geen sjaal meer moet aandoen. Dus wel blij met mijn aankoop. Ook had er ook 50% korting op, dus dat heb ik goed gedaan. Dan is er nog één dingetje dat ik heb gevonden bij de America Today. Dat lag zo bij de kassa. Ik was op afrekenen en ik zei dat liever echt. Dat moet ik hebben. Dat is dit. Ja, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar het is dus gewoon een lampje. Mijn Jax-kanaal. Als je een selfie wilt maken, soms heb je te weinig licht. Gebeurt soms, hè. En dan kun je gewoon in je gsm zetten. En dan kun je hem aanzetten. En dan heb je een lichtje. Woehoe. Dus voilà, dat is zo'n lichtje. Je kunt ook de sterkte instellen. Hé, dat is best fel, hè. Allee, als je dat in je ogen schijnt. Ik heb het nog niet heel goed kunnen uitproberen, want ik wil het echt zo eens proberen als het echt donker is op een event of zo. Maar ik heb vanavond een event, dus ik zal het eens goed uittesten. Oké, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En laat maar weten als jullie meer van dit soort shoplogs willen zien. Of als ik zo pakjes aankrijg of zo, dat ik laat zien wat dat erin zit. Als je meer van mijn video's wilt kijken, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Bij deze wil ik jullie graag allemaal heel erg bedanken om te kijken. En tot de volgende keer. Dag!